Hallo familie en welkom bij een gloednieuwe Samen Survival hier op David. Samen met uiteraard mijn vriendin, verloofde, vrouw. We hebben heel veel privé. Er loopt daar iets. Ja. En we moeten erachteraan. Want Ik weet het niet. Het is nieuw. Ik ken het niet. Wat is het? Maar we hebben emeralds nodig. En dan kunnen wel niet dicht. Oké! Die heeft hij waarschijnlijk niet meegemaakt. Wat is dit? Nou, klik erop. Dat gebeurt niks. Nou, sorry. Oh, nu wel. Klik erop. Oh, je kan dingen traden. Ja. Maar we hebben niks. Nee. Toch? Je kan de lama slaan als je wil. Dit is vet cool. Die gozer Dat is wel heel leuk. Wat, hij spuugt naar mij! Je hebt hem aangevallen. Eigen schuld. Te foe. Nee, maar goed, we hadden... Ze spugen elkaar! Wat? Ze hebben ruzie. We hebben de game kapot gemaakt. Dat is jouw schuld. Ze hebben ruzie met elkaar. Jouw schuld inderdaad. Oké, ik zet in op deze. Mijn geld is op deze. Goed zo, jongen. Kom op. Go. De ene wordt wel vaker geraakt. Ze zegt stop, blijkbaar. Nee, ze gaat door. Ja! Sla hem, deze. Kill deze. Pak hem. Hey, ik vind deze niet lief. Ja! We hebben een lead. Dank u wel. Hey! Hallo! Voor het idee, mensen hier, wij zijn dus samen aan het survivalen. En ja, we hebben gewoon een paar leuke onderwerpen die we per keer willen bespreken. Vandaag is dat onder andere Jaden. Dat leek ons wel eens leuk om daar wat meer informatie op te geven. Ik bedoel, veel vragen erover. Dus het is ook leuk om een keer echt over te praten in plaats van stukjes. Nou, dat dacht ik dus ook. Ik ga ondertussen even wat tools maken. Hebben we niet, want iemand heeft alle iron opgemaakt hier. Ik heb er maar 2 gebruikt. Ja, dat is helemaal goed. Ik ga gewoon eerst wat cobble minen, denk ik. En ga je mee, cobble minen? Dan moet ik eerst even een pickaxe maken. Doe jij dat eens even, dan ben ik alvast in de grot hier beneden. Ja, goed, we weten heel erg weinig van 1.14. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden en niet als een last gaan zien, zeg maar. Ik denk dat is niet... Oeh, ik heb echt denk heel veel mobs gevonden. Gaan we even niet doen vandaag. Kom eens deze kant op. Ik ben... Oh my god, ik hoor de hele tijd die stomme mobs hier, Reve. en ik word alweer beschoten. Dit is toch niet normaal? Ik heb je nodig. Ik hoor altijd die traveler. Ik kom maar aan, maar ik ben heel eventjes mijn pickaxe aanmaken. Ja, ik heb hem in de fik gezet, dus hij gaat elk moment dood, denk ik. Oké, waar ben jij? Welke grot? Ja, gewoon hier zo. Hi. Nou, dat was een skeleton. Die is dus dood. Ik heb half AP over of zo. En een creeper. Are you shitting me? En de volgende. Skeleton. Oh my god, Reve. Dit is echt no-brainer. Ik ga even healen ondertussen en pas op dat je de creeper niet activeert. Pak hem, Reve. Je hebt beter zwaard. Er zit ook een creeper. Bro. Is hij dood? Ja, die creeper wel. Mooi. De andere nog niet. Ik ga ondertussen het iron even hakken als je het niet erg vindt. Maar ik ga ze wel pakken, ja? Ja, is goed. Ik zet ook al even wat fakkeltjes neer, want als het goed is spannen we dan een heel stuk... Ja, en daar is de volgende alweer. Oké, deze kunnen we wel aan. Dat weet ik zeker. Het zijn er meerdere. Ja. Het zijn er meerdere, Reve. Ja, alle van de creeper. Ja, dus ze komen daaruit. Pak ze. We moeten echt gear hebben. We moeten voortgang hebben. Nou, ik had het dus over dat we... Dat we 1.14 niet zo heel goed in zijn. Nou, dat we eigenlijk met z'n allen samen hier wat kunnen leren. Ik zet gewoon nog wat fakkels wat verder. Mm-hmm. Is goed. Kijk, hier is het veilig. Soort van. Ik ga allemaal iron hakken. Allemaal stone hakken. Ja, en samen gaan we dit avontuur gewoon doen. Er zijn allemaal machines. Die heb ik toen van Jamila gezien. Yo, het zegt me allemaal niks. Een snellere oven hebben we. We hebben van alles en nog wat. Maar ik wil het eigenlijk vandaag meer hebben. Reve, misschien dat jij daarmee leuk kan beginnen. Hoe gaat het met onze mooie kleine jongen? Jaden. Ja, nou met Jaden gaat het eigenlijk heel erg goed. En waarom is hij er nu niet bij? Dat is ook een hele goeie. Nou, het is nu avond, dus Jaden ligt lekker te slapen. Ja, precies. En Jaden is 2, dus die heeft ook zijn slaap nog wel nodig. Nogal, ja. Dus ondertussen, jij moet die vol hebben, hè, trouwens, ondertussen. Ja, ik weet het, maar die hebben we hier niet. Die ga ik gewoon in de grot vinden. Ga verder, Jaden. In ieder geval Jaden. Nee, maar daar gaat het heel goed mee eigenlijk. Hij is een heel vrolijk jongetje, dus dat maakt het heel erg leuk natuurlijk, om op te letten en met hem te spelen en van hem te leren. Hij voor mij. Ja. Maar Jaden is wel anders. Ja, Jaden is wat... In ieder geval, hij groeit ietsje anders op dan de standaard. Ja, inderdaad. En wat houdt dat in? Ik zal het even kort een beetje uitleggen natuurlijk, want wat bedoel ik daar nou mee? Dat houdt eigenlijk in dat Jaden nu 2 is en een maand of 2 maanden en hij praat nog niet. Normaal gesproken praat kindjes rond 1,5 beginnen ze met praten. Met 2 praten ze wel een paar zinnetjes. Ja, en nou wil het zijn dat jongetjes wel eens een keer wat later zijn met praten. Dat kan. Maar goed, hij is 2 en hij... Ja. Heeft wat moeite met communiceren vooral, zeg maar. Ja, het is niet alleen het praten. Het is communicatie in het algemeen. Ik bedoel, hij luistert ook nog niet naar zijn naam bijvoorbeeld. Hij reageert gewoon eigenlijk slecht op ons. Hij ziet ook geen gevaar nog. Nul. Dus hij rent graag Nul op dingen gevaar. Af. Ja. En zo zijn er een aantal dingetjes die zeg maar iets anders zijn dan de standaard die opgevallen waren. Zo zijn we dus naar een audiologisch centrum geweest. Ja, we dachten, misschien is hij doof. Misschien hoort hij ons gewoon niet. Precies.
Dat dachten we eerst eigenlijk van, nou, misschien heeft hij gewoon moeite met ons horen, waardoor hij daarom niet reageert. Dus hebben we een test laten doen bij een audiologisch centrum en daar bleek uit dat hij ons wel kon horen, omdat hij gewoon goed hoort. Dus dat was het niet. Dus dan, nou, wat is het dan? Zijn we onderzoek gaan doen daar zo en zij zeggen ook van, nou, inderdaad, er is wat meer aan de hand, denken we. Hij loopt wat achter in ieder geval en hij lijkt ook geen interesse erin te hebben, wat de meeste kindjes wel hebben, van een balletje overgooien tot aan dingen willen geven om te laten zien, dat wilt hij allemaal niet. Ja, het is een beetje het willen pleasen voor de mensen die zelf kinderen hebben, die herkennen dat heel goed. Kleine kindjes vinden natuurlijk graag hun papa mama pleasen, dus een balletje gooien, dat vinden ze in het begin waarschijnlijk niet eens leuk, maar omdat ze doorhebben van, hey, papa mama reageren daar heel leuk dan op. Dan is het leuk, ja. Dan is het inderdaad in één keer leuk. Dat heeft Jaden niet, hij leeft heel erg in zijn eigen wereld. Ja. Ja, en dat betekent ook dat eigenlijk alles bij hem gaat helemaal goed. Hij groeit heel goed, is een hele grote sterke jongen. Beetje te sterk. Hij is super slim, dus hij is ook zeker niet dom. Hij, hij kan overal bij, hij kan overal in. Hij snapt, ik heb schapen, eindelijk. Sorry, het duurde heel lang. Hoe kan ik hieruit? Even kijken. Ik kom er zo weer aan, want ik ben echt een heel stuk verder. Hij snapt heel veel dingen, snapt hij. Alleen, het is meer, hij snapt dingen wanneer hij er wat aan heeft. Wanneer het hem uitkomt, ook ben ik al. Wanneer het hem inderdaad uitkomt, dan gaat hij het doen. En anders niet. Dus zeg maar in die zin een beetje een loner, of hoe je maar wil noemen. Ja. En dat is niet erg, daar is niks mis, want hij is heel gelukkig daarmee. Maar we willen natuurlijk wel dat hij zometeen naar school kan. En dat hij daar ook zich duidelijk kan maken wat hij wil en wat hij niet wil. En dat is toch wel heel belangrijk om dingetjes te leren. Want anders, sommige dingen moet je leren met iets van communicatie. Zo is het wijzen of plaatjes of iets in die trant. Ja. Het hoeft niet eens praten te zijn. Nee, en normaal gaat een kindje met ongeveer 2,5-3 naar de speelzaal. En met 4 ongeveer, afhankelijk van wanneer hij jarig is, maar met 4 ongeveer gaat hij naar de basisschool. Nou, Jaden die zit al ongeveer een jaar op de crash. En dat vindt hij allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Maar ook daar is het lastig. Ze kunnen hem niet echt even alleen laten. Want hij klimt op vensterbanken. Hij gooit kindjes omver. Als hij het maar leuk vindt. Ja. En hij is niet gemeen. Nee, maar een nee snapt hij niet, zeg maar. Dat houdt dus eigenlijk in dat hij met moeite naar een normale peuterspeel zou kunnen gaan. Maar dan gaan ze een klein beetje vanuit dat kindjes al een klein beetje luisteren. Bij de basisschool hetzelfde verhaal. Natuurlijk is een kindje van 2 nog niet zindelijk. Maar de vraag is of dat met 3, 4 natuurlijk wel gaat gebeuren. Want ja, goed, als je hem niks kan uitleggen. Hoe ga je dan ooit uitleggen dat hij naar de wc moet? Een luier is dan ook wel redelijk makkelijk. Ja, die interesse heeft hij ook nog niet. Dus dat is wat lastiger. En dat houdt dus in dat we hebben gekeken wat is dan de optie voor hem. En dat is waarschijnlijk een kinderdagcentrum. Dat houdt in dat is een plek waar eigenlijk kindjes die mentaal of lichamelijk iets hebben waardoor ze ietsje achterlopen of wat meer moeite hebben of gewoon wat meer support nodig hebben. Die gaan daarheen en die hebben daar school in plaats van bij een peuterspeelzaal of zelfs een basisschool. Die zit daar dus ook. Zeg maar hetzelfde idee als een basisschool. En daar gaan ze dus helpen om op hun tempo toch te groeien en toch te leren. En er zitten specialisten die ook weten wat ze doen. Die dus gaan helpen om Jaden te bekijken van wat zou de reden zijn bij Jaden en waarom die daar moeite mee heeft. Is er een reden? Is die laat of is er echt wat meer aan de hand? Hun gaan het ook bekijken. Dan horen we waarschijnlijk iets later. Over een jaar of 2 jaar kunnen we eens kijken van, hey, wat komt daar nou uit? Is er inderdaad een bepaalde kant op waar we naar moeten kijken? Of is er niks meer aan de hand? Wat ook kan. Nou, en dat is voor ons natuurlijk ook allemaal nieuw. Alles is natuurlijk nieuw hier bij deze kindjes. Alles is nieuw, zeg maar. Sowieso is het nieuw, want het is ons eerste kind. Ja, dus. En wij vinden het ook, het klinkt misschien een beetje raar, wij vinden het ook helemaal niet erg. We hebben natuurlijk heel veel mensen kennen wij die zelf in het begin een achterstand hadden gehad. Ik had het ook, een korte achterstand aan het begin. Nou, dan kun je zeggen, nou, is niet echt veel van jou teruggekomen, David. Ha, als grapje, maar dat komt natuurlijk altijd wel goed. Hij kan zijn eigen weg gaan belopen, dus ja. Wat wij het allerbelangrijkste vinden van dit hele stukje is dat Jaden vooral gewoon gelukkig is. En dat is hij, 100%. Hij is een heel gelukkig ventje. Dat kunnen we met zekerheid zeggen, ook al praat hij nog niet. We kunnen zien hoeveel hij lacht op een dag, hoe vrolijk hij is op een dag. En hij is gewoon gelukkig. Ja, nou dan het grote woord maar even. Want mensen zeggen, oké, maar wat heeft hij dan? Een leerachterstand? Wij weten het niet. Misschien is het een vorm van autisme. Misschien is het gewoon dat hij heel erg laat is met dingen. Nu mag hij gewoon ook nog geen diagnose hebben. Twee geven ze ook geen diagnoses af, want hij is nog veel te jong. Ze denken wel in de richting van autisme. Ze denken van, dat zou waarschijnlijk wel eens kunnen dat het is. Ja, maar dat mogen ze nog niet met zekerheid zeggen. En dat kan dus ook nog compleet veranderen. Of er kan zelfs niks zijn en dat hij gewoon wat later was. Ja, en welke vorm het daarvan is, dat is ook een hele mooie. Want dat weten we eigenlijk ook natuurlijk niet. Nee. Ja, er zijn 3500 verschillende soorten, bij wijze van spreken. Het is een spectrum, dus het is zeg maar van hier naar daar. En je hebt daar tussenin van alles en nog wat zitten natuurlijk. Ja. Nou, dus dat maakt het inderdaad ook wel heel erg moeilijk. Kun jij misschien nog een kistje maken? Had ik hier achter jou.
Nog een keer. Oh, hey, nice. Even wat dingen dumpen. Al gefixt, ja. Hoppakee. Nee, maar voor de rest gaat het heel goed. Hij is heel gelukkig en hij is gek op zijn backyard guns nog steeds. Heel hij is gek op rondremmen en klimmen. Hij is heel motorisch, heel druk. Dus hij heeft heel veel energie. Hij gaat het liefste klimmen naar bijvoorbeeld een ballonrug, waar je dus echt rond kan remmen en kan klimmen. Maar ook buiten en in de zee. Hij houdt heel erg van water. Heel vrolijk, gelukkig ventje gelukkig. Maar daar zijn wij heel erg blij mee. Want dat is het belangrijkste. Ja. Zeker weten. Ik heb ladders gemaakt. Oké, heb je ook een bed gemaakt? Nee, want die gaan we boven maken. Dus als je heel even... Oké. Dankjewel. Top. Ja? Dan gaan wij hier, ga ik mijn laddertjes plaatsen. We hadden een heel verhaal over Jaden. Voor sommigen die dat misschien ook niet door hadden. Ja, nogmaals, daarvoor moet je hem ook kennen, denk ik. Om een beetje te kunnen zien van, ja, hé, inderdaad. Hij is anders als andere mensen. Maar om het even, ja. Om even af te sluiten. Anders gaan we zo in één keer weer verder naar Minecraft en dergelijke. Oh my god, een skeleton. Wij vinden het zelf niet erg. En Jaden al helemaal niet. Want die is gewoon oprecht heel erg gelukkig in zijn leven. Ja, zeker weten. Ja, er is niks mis mee ook. Wat we al zeiden. Is, ook al is het misschien anders. Anders is niet slecht. Het is niet beter, maar ook niet slechter. Het is gewoon anders. Ja. En wij gaan er gewoon mee om per dag. Want voor ons is het allemaal nieuw. En dagen, natuurlijk heb je dagen dat je zegt van, oh, vandaag is even wat lastiger. Want ik weet niet hoe ik hierbij moet voelen of hoe ik dat moet zien. Maar voor de rest, ja, nee, gaat hartstikke goed hoor. Dat dacht ik ook. Ik ga nog eventjes raampjes maken. Dan kunnen we boven ook even afmaken. Is goed. We sluiten dus ook niet uit, want Jaden vindt dingen heel erg leuk. En ik weet dat heel veel mensen vragen, gaat Jaden ooit Minecraft spelen? Het zal me niet verbazen, omdat hij heel erg gek is op mobieltjes en op de PC. Hij is heel gek van schermen in het algemeen. Ja. En hij pakt ook heel graag mijn scherm af. En als David bijvoorbeeld aan het gamen is, komt hij graag heel erg erbij kijken. Van, oh, wat ben je aan het doen? En dat is super spannend. Ja, hij vindt dus mijn PC en de lampjes en zo vindt hij ook allemaal heel erg leuk. Ja, nee, zeker. Dus het zal me helemaal niet verbazen als hij dat wel op een gegeven moment heel erg leuk gaat vinden. Nou. Kun jij ondertussen alvast even bedden maken? Dan doe ik zo dit even afmaken. Ja, ligt in de kist allemaal? Er ligt genoeg wol in de kist, ja. Oké. Pak mijn bijl, die heb ik hier. Heb je nou die suspicious stew, heb je die nou naar mij toe gegooid? Heb ik die nou in mijn inventory? Ja. Even kijken, is mijn glas klaar? Dat is klaar, dat is mooi. Dan gaan we even raampjes erbij maken weer. Genoeg glaspaint. Ik vond dat je dit de vorige keer wel heel goed deed. Wil jij de glas ook zo even plaatsen, nog Gevee? Ik vond helemaal niet dat ik het goed deed, maar is goed. En hoe staat het dat met de bedden? Ik wel. Heb je ze klaar? Ik heb ze gemaakt. Top, komt er maar. Waarom doe je niet hier gewoon nog een trappetje? Nu hang je. Je kan toch gewoon springen? Dat is irritant. Oh my god, oké. Ik zal even kijken of ik er nog even eentje kan maken voor je. Mis ik één stick voor? Are you kidding me? Dan maak je. Ja. Hier, dus, gooi wel naar beneden. Ik hoef je sticks niet. Prima hoor. Oké, nog een laddertje. Helemaal goed. Ja, top. Oh, je hebt de bedjes al gemaakt? Ja. Geen kleur? Ik heb ze gewoon wit gedaan. Sure, oké. Jij kon het de vorige keer zo ontzettend goed, dus je mag opnieuw glas zetten. Ik vind dat helemaal niet goed bij mij, want mijn muis werkt niet mee. Zie je? Hoe dan? Omdat mijn muis dubbel klikt soms. Ah, maar je hebt net een nieuwe muis gekocht. Die heb ik nog niet uitgepakt. Die ligt al een week klaar, Gevee. Ja, maar ik ben er niet aan toegekomen. Oh my god, doe je het weer? Ja, sla maar kapot inderdaad, ja. Okay. Wat ook nog zou kunnen, wij verwachten dat Jaden, als hij autisme heeft, dat noem je dan hoogfunctionerend autisme. We weten nog niet, maar dat hij die kan denken omdat hij heel erg slim is en omdat hij heel erg wel knuffelt en ons aankijkt. Dus. Ja, hij leeft niet helemaal in zijn eigen wereldje. De rechtermuis op je bed, schat. Dan gaan we slapen. Ja, dan is goed. En dan is het weer licht zo meteen. Eindelijk, we hebben een bed. Yes. Maar dat houdt in... Hoor je dat ook? Is dat? Ja, hij is lama's aan het zoeken nog steeds, denk ik. Arme man, is helemaal verdwaald nu. Moet hij uit zijn lijden? Ja. Goed, we hadden het over Jaden. Dat kan dus inhouden dat hij juist misschien wel, want dat is een beetje het hoofdonderwerp van vandaag, juist misschien Minecraft wel heel erg leuk gaat vinden, Gevee. Het zal me niet verbazen dat hij Minecraft wel leuk vindt. Sowieso vinden veel kinderen natuurlijk Minecraft leuk, wij ook, niet voor niks. Omdat je hier gewoon echt je fantasie in los kan laten, maar je kan ook heel logisch dingen bouwen. Dus je kan eigenlijk van beide kanten van je brein gebruiken hierin. Ja. Dat scheelt waardoor het voor heel veel kinderen gewoon werkt. Ja. Ik vind dat heel erg mooi uitgelegd. En dan wil ik eigenlijk even kijken, want we moeten de volgende aflevering waarschijnlijk een keer gaan beginnen aan een wat stabielere vorm van voedselinkomsten. We hebben nu natuurlijk steeds jagen en zo, maar dat is wel heel erg barbaars. Kun jij dit ei misschien even hier gooien? Dan kunnen we kijken of kippen werken. Dat is wel heel ver wat je hem gooit. En er komt niks uit. Nee, omdat je hem zo ver gegooid hebt, Gevee.
spijt me. Nee, er zit gewoon een kans aan. Mensen, einde van de aflevering in ieder geval. Ik ben wel benieuwd. Kennen jullie mensen die zelf anders? In de omgeving anders zijn? Misschien ben je het zelf ook wel. De reden ook dat wij hier zo open en eerlijk over zijn is, nou ja, 1. Gaat hij gepest worden op school hierdoor? Nee, want hij zit op een school, een specialere school, zeg maar. Dus misschien ken je ook mensen die op een kinderdagcentrum zitten. Vertel dan graag je ervaringen daarop, want voor ons is het nieuw, dus wij zijn heel benieuwd. Ja, en nogmaals, wij zijn gewoon heel trots op alles wat hij doet. Al is het de meest lelijke tekening wat hij ooit gemaakt heeft voor ons. Maar dan is hij niet lelijk, want voor ons is hij mooi. Is hij inderdaad heel erg mooi. Mooie afsluiter ook, mensen. Vergeet niet even te liken op deze video. Deel de video ook even. Dan kan je hieronder ook reacties neerzetten. Precies, gewoon lekker doen. Vertel tegen iedereen. Joh, zijn jullie ook zo helemaal klaar met die PewDiePie-stijlachtige video's? Wil je gewoon een keer lekker genieten van het nieuwe avontuur? Samen survivalen. Dan kan dat hier uiteraard bij de familie, om het zo maar even te zeggen. Nou, dat was hem. Je kan ook even abonneren op dit kanaal natuurlijk. David, want dan blijf je makkelijker op de hoogte van gloednieuwe afleveringen. Ja. Bedankt voor het kijken, jongens. Tot de volgende keer. Oké, doei.